Shane, jij bent directeur van de Amsterdam Gay Pride. Ik ben zelf homoseksueel. Ik krijg vaak te horen van mensen, nou ja, is toch niet meer nodig, joh, dat hele gebeuren. Dat is hier wel geregeld in Nederland allemaal. Ja, dat hoor ik ook vaak. Ja. En dan zeg ik, nou, we zijn ook best wel heel vrij. In vergelijking met heel veel andere landen ben ik blij dat mijn wieg hier gestaan heeft. Ik ga aankomende zaterdag ga ik trouwen. Dat is een recht wat ik hier daar heb. Daar zit jouw aanstaande. Dat is mijn aanstaande. Hallo. Die mooie man. Victor. En het feit dat ik dat kan, en dat vind ik zo mooi. En dat kunnen we nu 15 jaar. We hadden 15 jaar geleden hier een primeur. Maar het zakte een beetje in, die vrijheid. Als we nu kijken naar twee mannen die hand in hand op straat willen lopen. Dat wordt niet meer geaccepteerd. Dus juridisch hebben we die gelijkheid wel. Maar de sociale acceptatie ontbreekt. En dan heb ik het over pesterij op de werkplek, op scholen. We hebben onder de jongeren 5 keer zoveel zelfmoordpogingen bij jongere LHBT's dan bij hetero-LHBT's. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Ja, Ellie, jij bent zelf lesbisch. Merk jij iets van die acceptatie of het gebrek aan acceptatie wat er in Nederland dan nog is of zou zijn? Nou ja, wij registreren natuurlijk zoveel als mogelijk incidenten die er gebeuren in de buitenwereld, die gemeld worden. Wij in Amsterdam registreren we vanaf 2007 en zie je dat we toen 234 gemelde incidenten hadden. En dat als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan zijn dat er bijna 500. Maar tegelijkertijd roep ik ook altijd, een cijfer zegt me niet zo heel veel als ik hoor dat ook heel veel mensen nog steeds niet iets melden. Nee. En veel te veel mensen hebben een veel te gladde jas aan. Waarmee ik bedoel dat veel te veel mensen dingen van zich af laten glijden wat ze niet zouden moeten accepteren. We proberen daar als politie in ieder geval alles aan te doen. En daarom hebben we onder andere ook een team als Roze in Blauw binnen alle politieeenheden in Nederland. Waar jij bij betrokken bent. Ja, daar ben ik voorzitter van. En als je gaat kijken naar hoe we begonnen zijn, want we zijn al begonnen met een enthousiast groepje collega's in 1996. Toen in 1998 de Gay Games naar Amsterdam kwamen. En we zijn nu 20 jaar verder. En dan zie je wel dat er een ongelooflijke ontwikkeling ten positieve heeft plaatsgevonden. We varen al sinds 2008 mee in de botenparade op de eerste zaterdag van augustus. Ja, en dat zegt wel iets over. Dat is eigenlijk een manifestatie van de vooruitgang binnen de politie. Ja, en mensen kunnen ook makkelijker bellen, hè, naar het nummer van Roze in Blauw. Ja. Gebeurt dat ook vaak? Ja, ja. En wat voor meldingen zijn dat? Nou, dat kan van alles zijn. Dat kunnen mensen zijn die uitgescholden worden, bedreigd worden, beledigd worden, te maken krijgen met geweld. En het is nooit een motie van wantrouwen ten aanzien van de heteroseksuele collega's. Maar we proberen altijd die drempel zo laag mogelijk te maken, dat wanneer mensen iets willen melden wat zo persoonlijk is, dat wanneer je dat bij Roze in Blauw meldt, dan heb je al een heel belangrijk stuk gehad. Want je weet dat je iemand aan de telefoon krijgt die in ieder geval gelijkvoelend is. Merk jij zelf wel eens iets, of jij, Lucien, van discriminatie of dat je wordt uitgescholden? Nou, ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt, als ik voor jou mag. En ik check het ook wel binnen. Ik wel overigens, hoor. Ja, en ja, heb je geregeld, dat, en vieze homo, dat soort dingen. En heb je dat gemeld bij de politie? Nee. En waarom? Op een gegeven moment denk je, het hoort er gewoon een beetje bij. Ja, en dan staan we op, want het hoort er niet bij. Nee. En op het moment dat je het niet meldt, is het niet gebeurd. In ieder geval niet voor ons. Ja. Overigens een ander vooroordeel, want goed dat jij aan tafel zit. Er wordt dan vaak gezegd, het zijn allemaal Marokkaanse jongens die dat doen. Hè? Of in ieder geval allochtone jongeren. Blijkt dat uit de meldingen die jullie krijgen ook? Nee, dat is niet zo. Wat we zien is dat het gaat niet per se over religie. Het gaat over macho gedrag. Het gaat over jonge mannen tussen de 15 en 25 jaar. Dat is een algemeen plaatje wat ik nu schets. En die het slecht verdragen dat mannen affectie tonen naar elkaar. Vrouwen krijgen ook met iets anders te maken dan mannen. Het is wel zo dat Marokkaanse jongeren daarin oververtegenwoordigd zijn, maar ze zijn het zeker niet alleen.